Hoi allemaal en welkom bij deze video. Vandaag ga ik een iPad hoes haken. Nou, zo ziet het er ongeveer uit. Ja, sorry voor de schaduw, maar ik wilde het per se opnemen. Ik hoop niet dat je je daarin irriteert, want ja, dat is het nou eenmaal. Nou, zo ziet het eruit. Het heeft een achterkant, zeg maar. Nou, het is dus drie delen. Het is een deel, dat is een deel en de achterkant is een deel. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dit is dan roze en paars, zoals je het ziet. Het lijkt donkerroze, maar het is trouwens een beetje felroze. Nou, zo gaat hij open. En dan hier zit een flapje erin, zeg maar. Ik heb hier ook een hoes toen ooit omheen gekocht via eBay. Maar toch had ik zoiets van, hij beschermt niet goed voor mijn doenen. Want ik had hem van hem ook leuk, zoals je kon zien. Ja, zo gaat hij dan officieel vast. En hij is op zich, hij blijft op zijn plek. Dus omdat hier dit bevestigt hem, zeg maar. Ja, dus voor de rest heb ik er niet veel meer over te zeggen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En wil je meer video's zien, laat het weten. En abonneer op mijn kanaal. Dan kom je meer van deze dingen tegen. Heb je nou zoiets van, nee, ik wil liever alleen de kleding zien, geef dat aan. Zodat ik dat weet gewoon. Want dan maak ik geen video's meer van kleine dingetjes, zeg maar. Nou ja, klein is het niet, maar het is wel iets anders natuurlijk. Maar ik ga eigenlijk meer proberen naar de dingen die je het meest kunt gebruiken. Of die je juist hebt zo van, oeh, dat is leuk om te maken. Daar wil ik eigenlijk heen gaan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En blijf lekker kijken. Oké, ik ben dus nu bij de ene laatste. Je ziet nu dat hij best wel hoekig is, maar dat komt later wel. Dat vormt eenmaal wel bij. Nu heb ik 33 stokjes, maar hier zit natuurlijk ook nog een stokje. Dus daar ga ik hem ook nog eventjes in doen. En hoe doe ik dat? Nou, het is heel lastig te zien, maar hier zit een witte draad en daar ga ik hem doorheen halen. En dat is deze. En dat kan lastig zijn, omdat hij niet mee wil werken. Maar goed, ik ben er doorheen. En je draait het naar achteren, haalt hem terug met de draad. Maakt er een stokje van en je bent klaar. Nu hebben we in totaal 34 stokjes. En dat is de bedoeling natuurlijk. Nu knip ik hem maar weer af op een goede afstand. Ik denk dat het ongeveer zo is. En ik pak de nieuwe draad erbij. Als die wilt meewerken. Oh, zo niet handig. Dit is zo'n klein bolletje, weet je wel. Dit. Oh, daar heb ik altijd zo'n hekel aan. Maar ja, hij moet wel op. Want ik vind het zonde van het geld om weg te gooien. Nou goed, we doen het volgt. Als weer bij de eerste. Je pakt hem hier vast met een vinger. Vervolgens pak je hier ook een lange lus. Je zet hem erbij. En nu pak je met de andere vinger. Hele tactiek. En je draait hem om. En nu ga je in de eerste lus, zoals deze, daar ga je erin. En pak je alle twee de draden mee. En daar maak ik nog twee lossen in. En nu ga je weer in het volgende gat. En nu ga je weer met de draden mee. En wat je eventueel nog kan doen, is net zoals bij deze toer. Is je pakt de achterste draad van wit. Van bruin ook, het was bruin. Die pak je, die trek je aan totdat die eenmaal goed strak zit. Zoals nu. Kijk, nu zie je die draad niet meer. Dus je moet eventjes spinzen, daar zit hij. Dus je moet even spinzen hoe die zit. Nou, en nu ga je weer totdat je eenmaal ongeveer een paar stokjes verder bent. Haak je de andere touwtjes mee. Zo ongeveer. En als je dat bij een paar touwtjes hebt gedaan, of bij een paar stokjes, dan kan je hem eenmaal laten zitten. Wat je al wel kunt doen, maar dat is net wat jij fijn vindt, is, nou, ik stop hier. En hier ga ik ze niet meer meehaken, want ik heb nu al best wel een stuk meegehaakt. Ik ga ze erachter en ik ga nu weer gewoon stokjes haken. Dus ik haak die twee touwtjes niet meer mee. Zoals je ziet. Hoppakee. Nou,
Nu zie je weer dat ik tot de helft ben en hier heb ik ze losgelaten. Wat je dus kan doen is je knipt ze gelijk af. Maar je kan ook zeggen dat doe ik op het laatste moment wel. Nou, ik heb zoiets van dat doe ik op het laatste moment wel. Dan kan ik nu gelijk doorwerken. Net wat jij fijn vindt als je zegt nee, ze moeten niet in de weg zitten. Dan knip je ze af. Hebben ze iets van het stoort toch niet. Dan ga je gewoon door. Net wat ieder zijn ding heeft, zeg maar. Nou, en zo ga je dus de hele tijd verder haken totdat je op het einde bent. En tel wel op het laatst even na, want dat heb ik dus uiteindelijk gehad. Bij deze, dit is dus ook nog een stokje. Deze, dus hier moet je hem ook nog in haken, zodat ik net liet zien bij de witte. Maar goed, zo haak je dus door tot aan het einde. En dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, derde toer. Oké, ik ben weer bij het einde gekomen. En zoals je ziet zit hier nog een stokje. Ik ga hem even dichterbij laten zien. Wie, wie, wie. Zo. Nou, zoals je ziet heb ik nu tot nu toe aardig wat gehaakt. Er zit hier natuurlijk nog een stokje. Dus die gaan we ook mee haken. Dus we gaan die lus pakken die bovenaan zit. Daar wil ik doorheen gaan. En daar kom ik terug. Zo. Nu heb je in totaal 34 stokjes weer. En nu gaan we hem weer afknippen. Zo. En dan knippen we weer een aantal stroken vanaf. Of een aantal stroken, gewoon een lengte ervan af. We pakken weer de grijze erbij. Nou, ik draai hem weer om. En ik hou hem vast. En ik pak hier ook weer een stukje, zeg maar. Die pak ik hier met mijn vinger. Ik neem hem over met mijn andere vinger. Als jij een andere techniek trouwens weet, laat het me weten. Want dan ben ik wel nieuwsgierig. Je haalt hem door. Je ziet hier de eerste beste gat. Daar ga ik dus erdoorheen. En pak de andere twee touwtjes mee. Daarvan haak ik nog twee lossen. En nu ga ik eerst die witte aantrekken. Want anders dan blijf je die zien. Kijk zo, dan zie je die tenminste niet. Pak ik weer die twee touwtjes en die ga ik weer meehaken. En dit ga je eigenlijk doen, zo afwisselend. Het mag ook zijn dat je één kleur kiest, dat is ook leuk. Maar ik wilde wel een switch hebben, zeg maar. Maar goed, dus dit ga je zoveel toeren doen. Even kijken hoeveel toeren zijn het eigenlijk. Ik heb niet eens geteld. Hoe erg is dat? Ik heb alleen opgelet van hoe groot die moet zijn. Dus 2, 4, 6, 8. Oké, ik heb de voorkant gehaakt, zoals je ziet. Dit is dus de voorkant. Je ziet hier allemaal sliertjes, die ga ik nu afknippen. Dat wilde ik samen met jullie doen. Zo, zoals je ziet, hier zie je natuurlijk niks, maar hier wel. Maar hier zit aan de zijkant is alles mooi weggewerkt. Dus daar zie je eigenlijk helemaal niks meer van. Dus deze leg ik even weg. Ik ga heel eventjes dichterbij komen. Want anders zie je het niet. Je ziet hier dan de touwtjes die je aan het einde hebt gehaakt. Ik zie dat ik een inhammetje heb. Dus ik denk dat ik achterhang. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké. We beginnen aan deze kant. En ik knip gewoon alles wat te veel is. Let op dat je niet dit stukje knipt. Maar net dat je iets erboven bent. Zo. Daar zie je uiteindelijk toch niks van. Want ja... Je trekt iets harder en het is weg. En dat is eigenlijk juist de bedoeling dat je iets harder trekt. Want dan zie je er helemaal niks meer van. Kijk. Nou, dit ziet er toch wel echt een stuk beter uit dan bij de vorige. Dan heb je niet die frutsels aan de zijkant natuurlijk. En dat kost je niet extra werk. En nou zit er hier eentje. Zo, en nou is het weggewerkt. Dan zie je er eigenlijk gewoon helemaal niks meer van. Kijk, wat netjes. Dit is veel beter dan wat ik eerst had. Nou, nu gaan we de achterkant doen. Of de voorkant, net wat jij wilt. Dit is voor mij nu de achterkant. Dan knip ik nu ook alles weg. Let wel op dat je niet het verkeerde afknipt, want anders heb je dus een probleem. Zo. Kijk, want dat bedoel ik, neem extra mee. Dat is niet de bedoeling. La 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 la. Moet iets tussendoor doen.
Nou, nu is alles afgeknipt. Je ziet alleen hier dat er nog een pruisje zit. Dus dit wordt voor mij de achterkant. En dit wordt voor mij de voorkant. Want als je dit pluisje ga ik wel ietsje afknippen. Maar het kan niet zodanig heel veel zijn. Omdat hier juist die middenpunt zat. Maar dat maakt niet uit. Deze gebruik ik als de binnenkant, zeg maar. Dus dit wordt de voorkant. Nou, dit ziet er wel al echt een stuk beter uit als dit. Want hier heb je dus al die plooien. En hier dan weer net niet, want die heb ik naar binnen gedrukt. Maar het is niet netjes, laat ik het zo zeggen. En ik ben blij dat ik ben, ja, blij dat ik het nu zo heb gedaan. Want dan word ik weer vrolijk. Nou, hier ga ik er nu nog eentje van haken. Dus deze komt dan hier te zitten. En dan moeten we er nog eentje voor de achterkant hebben. Dus die komt hier te zitten. Zo. En even kijken, dan moeten we nog een lapje voor deze. Maar dat ga ik later uitleggen, dus dat komt wel goed. We gaan eerst alle drie delen loshaken en dan zien we verder. Dus ik kom terug als ik eenmaal de tweede van deze ook heb gehaakt. En ja, dan zien we wel verder eigenlijk, want er is voor de rest niet zo heel erg dringend wat ik moet vertellen. Dit ga ik trouwens aan de binnenkant haken als we eenmaal die buitenrand hebben gehaakt. Dus deze moet je eventjes met rust laten, want anders ben ik bang dat er iets verkeerd gaat. Want dit is voor mij de tweede keer. Dus ik weet het wel weer wat beter. Maar we weten nog niet alles helemaal perfect. Dus dat is het een beetje. Maar goed. Ja. Ik ga nu de tweede haken van deze. Dan kom ik terug. En dan gaan we het voorste stuk haken van deze. En nou. Tot zo. Oké. Ik heb de tweede ook klaar. Zoals je kunt zien. Het is hem geworden. En nou zat ik net te kijken naar deze. Maar deze is veel te groot. Althans voor mij dus. En dat is op zich niet erg, want er kan er nog een grotere tablet in. Als ik ooit een nieuwe ga kopen, ga ik nog niet doen. Deze was 2 of 3 jaar oud. Nog helemaal niet zo heel oud. Maar in ieder geval, deze formaat kan dus breder, maar ook langer. Dus dit is eigenlijk denk ik voor alle maten. Als je dan een kleinere iPad hebt, dan moet je gewoon een paar toeren minderen. Maar goed. Ja, laten we verder gaan. Ik ga dit even knippen. Zo, ik heb er even een schaar bij gepakt, want die had ik niet bij de hand. Beetje gevaarlijk, maar niemand is op mijn kamer, dus dat maakt niet uit. Zoals je ziet heb ik hier 3 van die strookjes. Dat is natuurlijk het begin. Dus die gaan we netjes even afknippen. En toen deed de schaar het niet. Zo. Los. Oh, ik moet wel laten kijken dat ik die andere niet knip. Dat zou lullig zijn. Ik kan dus helemaal overnieuw beginnen. Het is niet zo heel veel werk heb ik gemaakt. Ik denk dat je ongeveer met een half uurtje klaar bent. Maar toch, het is wel veel werk om alles steeds te wisselen en alles. Dus. Ik had trouwens ook een foutje gemaakt. Maar dat laat ik zo wel zien. En wat je dan kunt doen. Want ik was weer eens niet bijzijnde. Oké. Nou, aan deze kant is nu alles geknipt. Maar zoals je kunt zien zit hier nou een touwtje. En ik laat het wat dichterbij zien. Hier zit die. Die was ik dus vergeten mee te haken in het begin. En die heb ik pas hier gehaakt. Dat maakt niet uit. Dan wordt dit gewoon de binnenkant van de tablethoes. Oh, dan liggen al die losse slierten. Ook niet handig. Hebben jullie nou zoiets van, dit vind ik leuk en ik wil meerdere dingen zien. Want ik heb ook nog sokjes om te haken. En ik heb een paar hoeden om te haken die ik wel geinig vond. Als je dat nou leuk vindt, laat het even weten in de reactie. Want anders ga ik er geen video over maken. Want dat vind ik namelijk wel heel belangrijk om te weten. Dat die zijn van, volgens mij zelfs Spaans of zo. Die vrouw die legt het, ja, die kan het heel goed uitleggen voor de rest. Maar ik kan het voor geen meter verstaan. Maar kan, doordat ze, hoe ze werkt, kan ik zien wat ze doet. Dus dan kan ik het in principe vertalen. Ik vond het zelf wel heel leuk. Maar toch ook weer dat ik dacht van, ga ik de poging wagen? Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan verder. Dit is de foute kant. Want hier heb je dat streepje. En bij deze kant is dat deze. Want hier zit een plukje. Dus deze twee worden de binnenkant. Dus ik ga deze zo op elkaar leggen. Je moet gelijk de goede kanten naar voren leggen. Waarom? Je laat ze gelijk zo stikken. Nou, dit heb ik in ieder geval klaar. En nu ga ik met deze rand beginnen. En daarvoor heb je nodig 2, 4, 5 randen. Dus je begint met de witte rand nu voor mij. En eindigt met de witte rand. Dus hier roze en roze, zeg maar.
Nou, dat ga ik even doen en dan kom ik terug en dan hoop ik dat het gaat lukken. Want ik heb het hier namelijk een beetje fout gedaan, zag ik al. Want hier zie je dat het niet goed netjes is afgewerkt. En hierboven zie je dat hij nog een beetje flabbert. Maar dat komt wel goed, denk ik. Dit ga ik nu in ieder geval eventjes doen. En dan kom ik terug en kijk alvast welke knopen je wilt. Want dat is best wel belangrijk. Want ik heb nu twee roze dan in principe. Maar je kunt bijvoorbeeld ook roze en paars doen. Of alleen maar grijs. Of alleen maar wit. Net wat je zelf wilt. Of je pakt andere kleuren. Kan ook. Net wat jij mooi vindt. Het gaat erom dat jij het leuk vindt en mooi vindt. Dus, nou, ik kom terug als ik deze heb gehaakt. En dan gaan we verder. Oké, ik heb nu de voorkant ook gehaakt. En deze krimpt altijd een beetje, maar die komt vanzelf in beweging. Oh, sorry, ik ben een beetje stotterig. Het is een beetje frisjes buiten. ja, wat gaan we nu doen? Ik ga nu de zijkanten maken. Om te beginnen eerst te laten zien hoe ik dat doe. Deze ga ik nu eerst afknippen, zit ik nou te bedenken. Dus dat gaan we eerst even doen. Want anders klopt dat natuurlijk niet. Even kijken. Zo. Kijk, je hoeft het niet precies af te knippen. Je trekt een beetje en het is al weg. Zo. Oké, dit is de voorkant. En dit zijn de lap van de voorkant. De voorkant en de achterkant. Hier hebben we dus alle frutseltjes die overblijven. Jee. Festival noem ik het altijd. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan eerst de bovenste lap haken. Want ik heb het toen eerst aan de onderkant, toen de zijkant. En toen kwam ik achter, oh, dit is dus niet zo heel slim hoe ik het aanpakte. Dus we gaan het als volgt doen. Ik ga hier beginnen. Aan deze kant, dus aan de linkerhoek van boven ga ik beginnen. Zo ga ik naar beneden werken. Dan ga ik naar de rechterhoek. Dan ga ik naar boven. Dan ga ik eerst aan de achterkant. Dus dat is aan deze kant. En vervolgens ga ik dus zo terug naar de flap. En dan eindig je daar. Waarom is dit handig om na te doen? Dan krijg je geen na. Nou, hoe zeg je dat? Dan doe je niet hetzelfde als ik, wat ik fout deed. Nu zie je dus hier nog een roze stuk. En hier is het niet netjes afgewerkt, zoals je ziet. En hier ook niet. Dus vandaar dat het heel belangrijk is. En ik ga het met de kleur bruin doen, omdat bruin mag wel wat meer voorkomen. Dus ja, dat gaan we nu doen. Je kunt eventueel clipjes gebruiken om hem beter vast te zetten, maar voor mij hoeft dat niet. Tegelijkertijd, als je hier gaat haken aan deze kant, haak je gelijk deze mee. Dus dan heb je daar ook geen last meer van. En dan moet ik eventjes gaan kijken hoe ik dit ga doen, want nu kan ik namelijk op mijn benen niet zitten. En nog een tip. Deze beginnelingen, noem ik het maar eventjes. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, dus ik ga even op mijn knieën zitten. En om het beter te laten zien. Hier heb je natuurlijk allemaal drie lossen gehaakt. En in die drie lossen kan je dus samen haken. Je kunt het niet zien, want hij wil het niet scherp stellen. Kom op. Ja, dankjewel. Nou, bij de witte is het wat lastiger te zien. Maar je zoekt dus eigenlijk iedere keer een vaste. Wat doe ik nou? Ik ga iedere keer twee vaste in ieder dingetje doen. Dus ik ga eventjes hier door dit gaatje ga ik erheen. En daarna door deze. Het is allebei wat lastiger. Wat je ook kunt doen is het middenstuk pakken. Maar ik heb gezien dat dat wat lelijker wordt. Dus ja, dat is niet zo handig vond ik. Dus wat je gaat doen is, je gaat hem hier eronder schuiven. En vervolgens pak je hem hier ook. Daar zit hij namelijk al los. Dan neem je hem mee en haak je hem er doorheen. Dus ik ga nu eventjes mijn bruine of grijze wol pakken. En dan gaan we verder. Oké, ik ga nu dus haken. En ik heb hem nog steeds op dezelfde positie zitten. Wat ik dus ga doen is, ik maak hem aan deze kant ook langer. Dus ik pak hem ongeveer bij dit. En ik denk dat dit 5 tot 8 centimeter is. Die haal ik er doorheen. Natuurlijk, dat moet ook.
Vervolgens trek ik deze twee allebei aan. Of het nou ja, moeilijk is of niet. Nou, die hou je dus ook van. Dus je hebt in werkelijkheid aan deze kant heb je drie touwtjes vast. Nou, je pakt de volgende. Of ja, losse noem je het dan. En dan ga je ook doorheen. En je haakt niet alle drie natuurlijk, want je haakt alleen de grijze. Maar deze zet je ermee vast. Dus dan krijg je zoiets. En nu heb je al één losse. Nou, je hebt dus nu al twee losse gehaakt. Vervolgens ga je zoeken. En ik zie dat hier bij mij de losse zit. Dus daar ga ik er doorheen. En ik probeer aan de achterkant ook te zoeken waar de andere losse zit. En die zit daar. Dus daar ga ik er ook doorheen. Nou heb ik al twee losse. Of twee vaste. Nou, dit ga je eigenlijk doen. Je gaat eigenlijk aan het begin van het stukje ga je hem erin steken aan het einde. Dus nu ga ik aan het einde ga ik hem erin steken. Zo. Nou, nu heb ik al vier los en hij zit netjes verwerkt. En je ziet die andere draad ook niet meer, want die haak ik ertussen, zeg maar. Nou, en zo ga je dus eigenlijk de hele tijd door. Let er wel op dat je dus echt die andere twee meehaakt, want anders moet je die erin verwerken. En dan krijg je dus hetzelfde probleem als mij en dat ziet er echt niet mooi uit. Dus ik ben blij dat ik het ook zo doe, want zo leer ik ook van mijn eigen fouten en dat is juist wel mooi. Nou, dit gaat er toch wel goed uitzien volgens mij. Het is wel zo dat het wat lastig is, want je doet het niet in één keer heel snel. Maar ja, ik heb liever iets te langzaam dat ik het goed doe dan iets te snel. En op een gegeven moment kom je er wel doorheen, dus dat is wel weer fijn. Oh, nou dus niet. En dan haal ik hem naar me toe en dan kunnen jullie het niet meer zien. Dat is niet echt handig eigenlijk. Nou goed, zo moet het wel gaan lukken. Dit maak je dus helemaal af totdat je uiteindelijk aan het einde van hier bent. Dus je gaat gewoon helemaal zo rondwerken. En dan kom ik terug. En dan is het eigenlijk belangrijk dat we het dus netjes af gaan werken. Als je dit dus niet doet en je gaat het volgens je eigen manier doen, dan krijg je dus wat ik net bij de eerste heb gedaan. Dan gaat het heel lelijk uitzien. Dus ja, dat is net je eigen keuze. Zo. Probeer wel de kleuren trouwens bij elkaar te houden. Dat is ook wel heel verstandig. Want anders heb je dus de hele tijd dat wit bij bruin zit of zo. Want dat heb ik namelijk al bij de eerste hoes gehad. Dat ik in één keer dacht, hé, waarom zit de paars toch steeds bij de roze? Maar ik had hem dus verkeerd gehaakt. En ik zit trouwens een beetje schuin. Zodat ik het jullie goed kan laten zien. Het is geen handige positie, maar goed. Volgende keer ga ik het ook op een tafel doen. Dus dan zien jullie, hoop ik, waarschijnlijk kan ik niet inzoomen altijd. Maar probeer ik het wel. En dan komt er ook altijd iemand bij staan. Dus dat is wel fijn. Oké, hier ging het al mis. Ik had hem bijna in het verkeerde gat gesteekt. Dus je moet echt opletten. Nou, ik vind wel dat deze drie sliertjes genoeg zijn meegehaakt. Dus ik ga ze naar achteren trekken. Oh, je ziet het niet. Ik ga ze aan de achterkant zetten, zodat ze niet meer worden meegehaakt. En dan ga ik deze nu allemaal vastzetten. En dat gebeurt nou eigenlijk vrij automatisch. En bij dit zeg ik gewoon doordouwen totdat je in het goede gat komt. En dat maakt niet uit in welk gat. Als die maar goed terecht komt, dat is het belangrijkste. Zo, kijk, en dan ging ik alweer de fout in bijna. Maar goed. Dat maak je dus af aan het einde en dan kom ik terug. Het ziet er wel netjes uit zo. Oké, even de camera verwisseld, want hij was vol. Maar goed, nu zijn we dus aan de hoek gekomen. En nu gaan we hetzelfde doen als deze kant. We gaan iedere keer in het midden van de stokjes haken. Dus hier zit nou het gat van de stokjes en daar haak je weer erin. Of nee, nou zeg ik het verkeerd. Je haakt hetzelfde als hier en niet als daar. Sorry. Af en toe ben ik ook niet helemaal bij. Maar goed, dat haak je dus nu. En hier kun je geen fouten maken, want hier hoef je gelukkig maar één kant te kijken. En dat is wel fijn. Dus
Die haakt gewoon in de stokjes. En ik kan wel sneller haken, maar ik haak niet zo snel voor jullie. Want dan kunnen jullie het nog zien. Als ik te snel haak, geef dat ook aan. Want dan kan ik mezelf daarop aanpassen. Want ik kan best voorstellen dat je toch zoiets hebt van... Ja, maar je gaat veel te snel en ik snap er nog niet zo helemaal van. Dan leg ik het nog een paar keer uit. Maar ik denk dat de meesten het wel begrijpen die gewoon ondertussen goed kunnen haken. Die hebben dan zoiets van, oh nee, dat hoeft niet. Dat kan ik ook begrijpen. Want de vriendin van mijn moeder die heeft ook zoiets van, nee joh, je legt er prima uit. Dus, nou, nu gaan we dus, nu zijn we dus eenmaal zover. We zijn bijna weer klaar. Dan nog de zijkant. Even kijken hoor. Nog een paar. Ik wil sneller gaan haken, maar ik weet dat ik het niet moet doen. Ik denk ook een beetje aan jullie. Zo. Nou, nu gaan we de laatste zijkant doen en dan zijn we klaar. Nou, even de gaten zoeken. Ik zie hier een gat. Ondertussen ben ik de Bold and the Beautiful aan het kijken. Oh, 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 oh. We doen allemaal dingen tegelijk. Ik heb een heel stuk alweer gemist, maar dat maakt niet uit. Haken vind ik ook fantastisch. Dus dat vind ik nog niet zo'n hele ramp. De reclames doen toch vaak een kwartiertje, 20 minuten dus. Ik heb wel weer even tijd. Net zoals goede tijden, daar ben ik ook helemaal geweldig van. Oh, ik heb echt een loopneus gewoon. Nou, we zijn aan het einde gekomen zoals je kunt zien. Ik heb de laatste stokje gehaakt, zeg maar. En wat doe ik nu? Ik ga hem erin haken, zeg maar. Dus ik haak hem hier doorheen en ik maak een halve vaste. Zodat hij zo eindigt. En ik maak er nog eentje, zodat ik zeker weet dat hij vast zit. En ik knip hem een flink stuk af. Dus ongeveer zoiets. Nou, als je zo de lengte hebt, knip ik hem ongeveer hier af. Dus hij komt ongeveer tot en met hier. Waarom doe ik dat? Dan kan ik met de naald goed doorheen. Ik haal hem nog een keer door de draad heen. Trek hem heel goed aan, zodat je niet ziet waar de punt is gebleven. Zo, dus. En nu ga ik even de naald pakken. Oké. Ik heb een naald gepakt. Die lag ergens anders. En daarvoor ga ik nu eventjes naar voren met mijn knieën. Want anders kan ik het niet goed laten zien. Ik ga hem er eventjes doorheen halen. Oh. Het is ook wel fijn als hij meewerkt, de draad. Huppakee. Kom op. Dankjewel. Nou, nu hebben we hem dus aan die kant gehaakt en dat ga ik ook doen. Dus ik ga hem er hier doorheen trekken door de vaste. Dus, hallo, wilt u scherp stellen? Zou wel heel fijn zijn. Ja. Ik ga hem dus door alle vaste heen haken. Een flink stuk. Zoals je ziet, kun je hem hier niet zien. Ik ga precies er doorheen. Oh, stomme draad. Kan ik hem weer er doorheen halen. Dit is trouwens de zeemanwol, volgens mij. Ja, dit is de zeemanwol. Ik moest even wat hebben. En je haakt hem weer een gedeelte erdoorheen. Kijk uit dat je hem niet ziet aan de achterkant. Of ja, aan de voorkant bedoel ik. Nou, nu hebben we er ongeveer dit stuk doorheen gehaald. Nou, dat is genoeg. Ik heb liever dat je het touwtje wat te lang hebt dan te kort, want anders kun je niet verder. En in principe is die bijna klaar. Alleen moeten de knopen er nog op. Ik vind deze al beter geworden dan die andere. Hier zie ik af en toe nog wel een paar plooitjes, maar die knip ik later wel weg. Hij is al veel beter geworden dan deze. Dat vind ik juist wel fijn. Oh, je ziet van alles op de achtergrond. Niet handig. Nu ga ik dus eventjes de knopen pakken. Een knopenpotje. Als je wil weten waar deze knopen allemaal vandaan komen, allemaal van de Action. En deze van de Vibra. Dat is meer als ik schoentjes ga haken, zeg maar. Nou, ik moet alleen eventjes een paar leuke vinden. Ik denk dat ik voor deze ga, want die lijkt er wel merendeel op. Hij is wel wat lichter. Of ik pak de houten, maar dan kan die niet zo goed doorheen. En die vind ik eigenlijk te klein, want ik wil grote hebben. Oké, ja, voor de grote knoop ga ik... Ik gooi het er maar gewoon even uit, want anders kan ik het niet vinden. Ja, en toen kwamen we bij een probleem. Ik heb een doorzichtige.
Maar dat is er waarschijnlijk maar eens. Dus ik gooi gewoon de hele bak om. En ik leg het eventjes op de grond. En dat is altijd het leukste. Net zoals strooigoed. Alleen dit is wat vrolijker. Zo. Hè. Ik kan zwart pakken. Maar dat vind ik niet mooi. En ik heb hier nou een grijze gevonden. En een lichtere grijze. Of dat is dezelfde kleur. Nee, dat is niet dezelfde kleur. Dit zijn dezelfde kleuren. Dus ik denk dat ik hiermee doorga. Dat ik dat een van de mooiste kleuren vind. Maar dat is een lichtere. Dat is ook een lichtere. Heb ik al grijs een keer gebruikt of zo? Ik heb hier wel dezelfde kleine. Je kunt er zoveel knopen aan maken zoals je het wilt. Maar ik hou het een beetje bij 2. Want anders wordt het wel heel druk, vind ik. Ja, ik heb er 2. 2 bij 2. Ik kan eventueel nog wel een kleinere erbij doen. Maar ik denk dat het zomaar goed is. Ja. Nou. Dan gaan we dit weer in de pot doen. En dat is het leukste altijd, want dat zit niet altijd. Zo. Nou, ik ruim dit wel even op en dan kom ik zo terug bij jullie. Oké, het is opgeruimd. Ik heb hier de 4 knopen. En eigenlijk wat ik nu ga doen is... ik heb hier nog een blauw knoopje gevonden. Ja, en uiteindelijk kun je ze overal zoeken. Nou goed, ik ga dus een grote aan de binnenkant doen. En een kleine aan de buitenkant. Dus zo ongeveer. En dat ga ik zo doen. Ik tel vanaf welke... ik ga het op deze lijn dus doen. En ik ga vanuit deze, vanaf de eerste stok die ik tegenkom, ga ik tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de 7e ga ik dus weg. Dus daar leg ik hem op. En dan ga ik er 2 verder en daar leg ik de andere op. Ja, dus bij de 3e eigenlijk ga ik hem erop zetten. En dat is net zoals bij de andere kant. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan 3 verder is daar. Zo. Nou, zo wordt hij dan een beetje. Je kunt het niet goed zien. Maar ja, wit is ook niet weer de perfecte manier. En ik heb geen wit hier. Dus, nou ja. Het wordt gewoon grijs. Oké, even de camera verwisseld. Want hij was vol. Maar goed. Nu zijn we dus aan de hoek gekomen. En nu gaan we hetzelfde doen als deze kant. We gaan iedere keer in het midden van de stokjes haken. Dus hier zit nou het gat van de stokjes en daar haak je weer erin. Of nee, nou zeg ik het verkeerd. Je haakt hetzelfde als hier en niet als daar. Sorry. Af en toe ben ik ook niet helemaal bij. Maar goed, dat haak je dus nu. En hier kun je geen fouten maken, want hier hoef je gelukkig maar 1 kant te kijken. En dat is wel fijn. Dus je haakt gewoon in de stokjes. En ik kan wel sneller haken, maar ik haak niet zo snel voor jullie, want dan kunnen jullie het nog zien. Als ik te snel haak, geef dat ook aan, want dan kan ik mezelf daarop aanpassen. Want ik kan best voorstellen dat je toch zoiets hebt van, ja, maar je gaat veel te snel en ik snap er nog niet zo helemaal van. Dan leg ik het nog een paar keer uit. Maar ik denk dat de meesten het wel begrijpen die gewoon ondertussen goed kunnen haken. Die hebben dan zoiets van, oh nee, dat hoeft niet. Dat kan ik ook begrijpen, want de vriendin van mijn moeder die heeft ook zoiets van, nee joh, je legt er prima uit. Dus, nou, nu zijn we dus eenmaal zover. We zijn bijna weer klaar. Dan nog de zijkant. Even kijken hoor. Nog een paar. Ik wil sneller gaan haken, maar ik weet dat ik het niet moet doen. Ik denk ook een beetje aan jullie. Zo. Nou, nu gaan we de laatste zijkant doen en dan zijn we klaar. Nou, even de gaten zoeken. Ik zie hier een gat. Ondertussen ben ik de Bold en de Beautiful aan het kijken. Oh, 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 oh. We doen allemaal dingen tegelijk. Ik heb een heel stuk alweer gemist, maar dat maakt niet uit. Haken vind ik ook fantastisch. Dus dat vind ik nog niet zo'n hele ramp. De reclames doen toch vaak een kwartiertje, 20 minuten dus. Ik heb wel weer even tijd. Net zoals goede tijden, daar ben ik ook helemaal geweldig van. Oh, ik heb echt een loopneus gewoon. Nou, we zijn aan het einde gekomen zoals je kunt zien. Ik heb de laatste stokje gehaakt, zeg maar. En wat doe ik nu? Ik ga hem erin haken, zeg maar. Dus ik haak hem hier doorheen en ik maak een halve vaste. Zodat hij zo eindigt. En ik maak er nog eentje, zodat ik zeker weet dat hij vast zit.
En ik knip hem een flink stuk af. Dus ongeveer zoiets. Nou, als je zo de lengte hebt, knip ik hem ongeveer hier af. Dus hij komt ongeveer tot en met hier. Waarom doe ik dat? Dan kan ik met de naald goed doorheen. Ik haal hem nog een keer door de draad heen. Trek hem heel goed aan, zodat je niet ziet waar de punt is gebleven. Zo, dus. En nu ga ik even een naald pakken. Oké, ik heb een naald gepakt. Die lag ergens anders. En daarvoor ga ik nu eventjes naar voren met mijn knieën. Want anders kan ik het niet goed laten zien. Ik ga hem er eventjes doorheen halen. Oh. Het is ook wel fijn als hij meewerkt, de draad. Huppakee. Kom op. Dankjewel. Nou, nu hebben we hem dus aan die kant gehaakt. En dat ga ik ook doen. Dus ik ga hem er hier doorheen trekken door de vaste. Dus... Hallo, wilt u scherp stellen? Zou heel fijn zijn. Ja. Ik ga hem dus door alle vaste heen haken. Een flink stuk. Zoals je ziet, kun je hem hier niet zien. Ik ga precies er doorheen. Oh, stomme draad. Kan ik hem weer er doorheen halen. Dit is trouwens de zeemanwol, volgens mij. Ja. Dit is de zeemanwol. Ik moest even wat hebben. En je haakt hem weer een gedeelte erdoorheen. Kijk uit dat je hem niet ziet aan de achterkant. Of ja, aan de voorkant bedoel ik. Nou, nu hebben we er ongeveer dit stuk doorheen gehaald. Nou, dat is genoeg. Ik heb liever dat je het touwtje wat te lang hebt dan te kort, want anders kun je niet verder. En in principe is die bijna klaar. Alleen moeten de knopen er nog op. Ik vind deze al beter geworden dan die andere. Hier zie ik af en toe nog wel een paar plooitjes, maar die knip ik later wel weg. Hij is al veel beter geworden dan deze. Dat vind ik juist wel fijn. Oh, je ziet van alles op de achtergrond. Niet handig. Nu ga ik dus eventjes de knopen pakken. Mijn knopenpotje. Als je wil weten waar deze knopen allemaal vandaan komen, allemaal van de Action. En deze van de Vibra. Dat is meer als ik schoentjes ga haken, zeg maar. Nou, ik moet alleen eventjes een paar leuke vinden. Ik denk dat ik voor deze ga, want die lijkt er wel merendeel op. Hij is wel wat lichter. Of ik pak de houten, maar die kan er niet zo goed doorheen. En die vind ik eigenlijk te klein, want ik wil grote hebben. Oké, ja, voor de grote knoop ga ik... Ik gooi het er maar gewoon even uit, want anders kan ik het niet vinden. Ja, en toen kwamen we bij een probleem. Ik heb een doorzichtige. Maar dat is er waarschijnlijk eens. Dus ik gooi gewoon de hele bak om. En ik leg het eventjes op de grond. En dat is altijd het leukste. Net als strooigoed. Alleen dit is wat vrolijker. Zo. Hè. Ik kan zwart pakken. Maar dat vind ik niet mooi. En ik heb hier nou een grijze gevonden. En een lichtere grijze. Of dat is dezelfde kleur. Nee, dat is niet dezelfde kleur. Dit zijn dezelfde kleuren. Dus ik denk dat ik hiermee doorga. Dat ik dat een van de mooiste kleuren vind. Maar dat is een lichtere. Dat is ook een lichtere. Heb ik al eens een keer gebruikt of zo? Ik heb hier wel dezelfde kleine. Je kunt er zoveel knopen aan maken zoals je het wilt. Maar ik hou het een beetje bij 2. Want anders wordt het wel heel druk, vind ik. Ja, ik heb er 2. 2 bij 2. Ik kan eventueel nog wel een kleinere erbij doen. Maar ik denk dat het zomaar goed is. Ja. Nou. Dan gaan we dit weer in de pot doen. En dat is het leukste altijd, want dat zit niet altijd. Zo. Nou, ik ruim dit wel even op en dan kom ik zo terug bij jullie. Oké, het is opgeruimd. Ik heb hier de 4 knopen. En eigenlijk wat ik nu ga doen is... Hoop, ik heb hier nog een blauw knoopje gevonden. Ja, en uiteindelijk kun je ze overal zoeken. Nou goed, ik ga dus een grote aan de binnenkant doen. En de kleine aan de buitenkant. Dus zo ongeveer. En dat ga ik zo doen. Ik tel vanaf welke... ik ga het op deze lijn dus doen. En ik ga vanuit deze, vanaf de eerste stok die ik tegenkom, ga ik tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de 7e ga ik dus werken. Dus daar leg ik hem op. En dan ga ik er 2 verder en daar leg ik de andere op.
Ja, dus bij de derde eigenlijk ga ik hem erop zetten. En dat is net zoals bij de andere kant. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan 3 verder is daar. Zo. Nou, zo wordt hij dan een beetje. Je kunt het niet goed zien. Maar ja, wit is ook niet weer de perfecte manier. En ik heb geen wit hier. Dus, nou ja. Het wordt gewoon grijs. Oké, we gaan nu verder met de knopen. En ik heb de knopen zodanig neergelegd dat ik het goed vind. En die gaan we nu vastmaken. Dus ik haal van het bolletje, knip ik een stuk eraf. En daar ga ik de naald aan bevestigen natuurlijk. Nou, dit is dus een nieuwe werkplaats voor voorlopig. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat het een beetje officiëler uitziet. Maar goed, laten we beginnen. De grootste knopen gaan dus aan de buitenkant of aan de binnenkant. En de kleinere knopen gaan dus aan de buitenkant. En ik begin met de kleinere knopen. Dus ik haal deze even weg, die leg ik ervoor. En ik ga de stokjes vanaf deze kant tellen. Dus de eerste stokje die ik tegenkom. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. In de zevende stok. Dus dat is deze. Daar ga ik hem dus in dat gat steken. Daar haal ik hem eruit. Even kijken. Dan steek ik hem ook hier in de knoop vast. En ik haal hem erdoor. Er hoeft natuurlijk niet zo'n groot uiteinde zitten. Want nou is hij heel lang het eindstuk. Maar ik laat hem ongeveer net dat hij een beetje uitsteekt. Zo. En ik ga terug in de andere zijde. En hier hoeven er maar 2 gaten in te zitten. Dus hij zit vast. Ik knip hem even lang af, dat als het touwtje kan. Zo. En ik wacht eventjes met hem vastzetten. Nou, het kan wel. Nou, ik ga het dan nu wel eventjes doen. Zo. Ik leg er ongeveer 3 tot 4 knopen in. Zodat ik zeker weet dat hij niet loslaat. Zo. En dan ga ik de volgende doen. En de volgende ga ik 2 stokjes ernaast doen. Ik zal eventjes inzoomen, kijken of het me lukt. Zo, ik hoop dat jullie het nu beter kunnen zien. Ja, kijk. Nou, hier zie je dus nog een stokje. Deze. En deze. En ik wil hem dus eigenlijk 1 daarnaast doen. Kijken of het goed is. Ja. Dus ik ga er hier in. Dus dat is in dat gat. Dan hou ik een stukje over. Dan steek ik de naald er ook bij in. En ik zet hem terug in dit gat. Dus hij gaat in 2 gaten. Nou, dan trek ik hem natuurlijk aan. Maar nu ga ik weer terug, omdat hier 4 gaten in zitten. Zo dus. Nou, ik knip hem weer af ongeveer op de lengte dat de andere is afgeknipt. Ik draai hem om. En ik knoop hem ook weer 3 tot 4 keer ongeveer vast. Zodat ik 100% zeker weet dat hij goed is. Zo. Nou, nu ziet ongeveer, zie je hier de 2 knoopjes zitten. Nu gaan we dat aan dezelfde kant doen, maar even veel stokjes. Dus hier hadden we 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bij de 7e stok hadden we hem eraan gereigd. Dus dan ga ik vanaf hier ook tellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus hier ga ik erin. In dat gat. Touwtje wat langer. Ook weer door het touwtje erheen. Ho. En dan ga ik, want hier ben ik er net in geweest waar mijn vinger zit. En even kijken hoor. Hier, daar ben ik er net in geweest. En hier ga ik er weer in. Zo. Knip je hem weer een stuk af. En dan draai ik hem weer om. Zo.
ongeveer. Nou, dan gaan we twee daarnaast weer. Want zoals bij deze is, hebben we twee daarnaast gedaan. Dus dat ga ik nu ook weer doen. Dus dat is ook niet deze. Even kijken hoor. Ja, dus we moeten eentje. Dus deze is het dan weer niet. Maar we gaan in die. Dus ik ga weer in deze twee gaten ga ik werken. Dus ik haal hem door het ene gat er doorheen. Dan pak ik de knoop. En heel. Zo. Ik hoop dat jullie het nog een beetje kunnen zien. Ik ben heel benieuwd hoe dit trouwens is. Hoppakee. Nou. Nu knip ik hem weer op dezelfde grootte uit. Nou, dit houden we over. Dus die leg ik even weg. En dit knoop ik nu vast. Nou, ik doe het nu steeds drie keer. Dus dat is wel echt voldoende. Nou, wat je dus nu kan doen is ervoor kiezen om met een naald door dit stukje te rijgen. Maar dat hoeft voor mij niet. Dus ik knip hem gewoon een stukje af. Totdat je hem eigenlijk niet meer ziet. Want hij zit gewoon goed vast. Want nu zie je er ook niks meer van. Nou, doe hetzelfde als bij de andere kant. Zo. En nu is hij klaar. Nu is je iPad hoes klaar. En ik vind hem er heel mooi uitzien. Ik zal eventjes... Zo. Ik vind hem er echt heel leuk uitzien. En ik ben er ook echt heel blij mee. Zo, dit is het resultaat uiteindelijk. Even de frutsels wegdenken. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ga deze... die is voor mijzelf gewoon. Ik hoop dat jullie deze leuk vonden. En wil je meer van dit soort leuke dingetjes weten. Want ik wil ook slofjes gaan haken. Laat het weten in de reacties. Dan weet ik in ieder geval wat ik voor jullie kan filmen. En dan weet ik ook wat niet en wel kan. Ik vond het heel erg leuk om te haken. Ik hoop jullie ook. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dus doeg, tot de volgende video.